Hallo lieve vrienden op mijn YouTube kanaal. In de video van vorige week waarin ik het over wat aandachtspunten had, had ik al aangegeven dat ik bezig was met een crowdfundingsactie op te starten bij deze. In het verhaal wat zometeen volgt zal duidelijk worden waarom ik dat doe. En ik hoor wel eens mensen die in mijn YouTube kanaal zeggen van joh, kan ik iets voor je betekenen? Kan ik misschien ergens geld naartoe overmaken? En ik wil dat niet. Ik wil eigenlijk niet betaald worden. Maar misschien kunt u mij wel het enorme plezier doen om bijvoorbeeld iets te doen met die crowdfunding. Al is het maar 1 euro. Ik heb meer dan 430 volgers. Dat zou al 430 euro zijn. En daarmee zou ik deze jongens op de weg van het 3D printen op de goede manier kunnen zetten. Het leren ervan, dat doen ze bij mij al meer dan een half jaar. Maar de kwaliteit van de printer is bepalend of de ervaring een goede ervaring zal zijn. Ik hoop dat u de video af wilt kijken en het bericht. Ik zal ook onderin de link plaatsen naar die crowdfunding. En dan, misschien kunnen we aan het eind zeggen van we hebben samen iets fantastisch gedaan. Dus u hoeft niet mij te betalen, dat wil ik helemaal niet. Ik heb graag dat deze jongens gelukkig zijn. Dank je wel alvast. Dag. Crowdfunding. Zelf ben ik er ook geen fan van. Toch heb ik er dit keer mijn toevlucht toe gezocht. Sinds mei vorig jaar heb ik op verzoek een tweetal jongens, 12 en 13 jaar, die bij mij 3D printlessen volgen. Dit zijn twee Oekraïense vluchtelingetjes. De een woont in een huis in Arnhem, de ander woont in een vluchtelingencentrum in Arnhem. Ik ben daarmee begonnen omdat ik dacht van, joh, weet je, die kinderen hebben al zo weinig, ze hebben al zoveel meegemaakt. Misschien is het zinvol om die 3D printles ook gewoon te gaan geven. Al snel kwam ik erachter dat het niet alleen 3D printles zou gaan worden. Zij hebben in 1 jaar tijd meer meegemaakt dan de gemiddelde Nederlander in 20 jaar meemaakt. Het begin van een oorlog, de bommen die vallen, waarbij de moeder probeert aan te geven van kijk, het lijkt wel oud jaar, het is vuurwerk. Bij die bommen sneuvelen mensen die ze kenden, ja. Vervolgens slaan ze op de vlucht en bij die vlucht laten ze mensen achter. Oma, opa, broertjes, zusjes, familieleden, vrienden, schoolkameraadjes. Een van die twee jongens heeft zijn broer achter moeten laten, 18 jaar oud en mag het land niet verlaten omdat dat de leeftijd is waarin ze in feite voor de dienstplicht geschikt gemaakt moeten worden. En dus is er angst wat er gebeurt als hij naar het front moet. Daarnaast vluchten ze dan, lange vlucht, 7 dagen. Komen vervolgens uiteindelijk hier in Nederland aan in Arnhem, in een cultuur die ze niet kennen. Ze spreken de taal niet. Eén van de twee, daar heeft de moeder een relatie van met een Nederlandse man, maar hij heeft natuurlijk de angst dat niet klikt met die man. Gelukkig klikt dat wel, dat is voorweggenomen. Ze moeten naar school. Ze moeten Nederlands leren, Engels leren. En hoe moeilijk dat is, heb ik aan de lijve ervaren. Want ik heb inmiddels een stukje Oekraïens geleerd. En praten, dat gaat. Lezen gaat ook. Schrijven gaat never nooit lukken. Want het zijn Cyrillische lettertekens. Je moet je voorstellen dat deze kinderen dus leven met Cyrillische lettertekens. Moeten Engels en Nederlands met Westerse lettertekens gaan leren. En niet 1 taal tegelijk, nee 2. Ja. Wonder boven wonder, het zijn gelukkig kinderen, dus het lukt. Ja. Niet perfect, maar ze spreken Engels een heel klein beetje Nederlands. En wat ik doe, ik hou me ook bezig met hun psyche dus. Dus met hoe zitten ze nu in elkaar? Kunnen ze het wel aan allemaal? En het aantal keren dat ik die kinderen huilend op mijn schouder heb gehad, is al wel een aantal keren geweest. En ondertussen gaan we door met die 3D printles. En dan komen we op het punt dat ze eigenlijk
ja, iets van een 3D-printer zouden moeten hebben. Beter gezegd, één van de twee zegt, ik wil een 3D-printer kopen. En ik heb spaargeld, ik heb 300 euro. Want dat is het geld wat zijn moeder het hele jaar opzij gelegd heeft van de toelage die hij krijgt als kind. Als vluchtelingenkind. En dat is iets van 50 euro in de maand of zo. Maar ja, een 3D-printer, en dat kan wel voor 300 euro, dat is verder het punt niet. Alleen, dan heb je een printer waar heel veel aan gerommeld en gerotzooid moet worden om het goed werkend te krijgen. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk dat die kinderen in staat zijn met een 3D-printer te werken die bijna net zo betrouwbaar is als mijn 1000 euro printer die hier staat. Maar ik ben werkloos en ik kan dat niet betalen voor ze. Ik kan ze proberen te ondersteunen. En dat is waarom ik die crowdfunding gestart ben. Ik wil deze kinderen gelukkig maken. Ik wil de glimlach op hun gezicht zien. En gelukkig zie ik die af en toe. Ik weet ook, want dat zeggen de ouders van deze kinderen mij, dat ze vinden dat doordat die kinderen heel veel bij mij zijn, want die een van die twee is 3 keer in de week hier bij mij, die kinderen veranderen. Worden steeds vrijer. Voelen zich beter. Enzovoorts. Ik wil dus eigenlijk graag zien dat ze in staat zijn ook een stukje zelf bij te betalen, maar een wat betere printer te kopen. Een printer die betrouwbaarder zal zijn. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Kijk, de technologie van nu, 3D-printen, CNC-machines, dat is de technologie van de toekomst. We zijn bezig met 3D-huizen te printen. Dus alles wat ik ze nu kan leren is een voorschot op datgene wat ze misschien wel later willen gaan doen. En dus hebben ze een voorsprong. Ze hebben een achterstand in het Nederlands en het Engels. Maar ze kunnen een voorsprong creëren op dit soort dingen. En daar help ik ze bij. Ik hoop dat u ook net als ik over die weerstand voor crowdfunding heen stapt. Ik weet, iedereen heeft het moeilijk, ook u. Dus als u het niet kunt, doe het vooral niet. Ja. Maar als iedereen in mijn vriendenkring op Facebook, op Nextdoor, op Instagram, op YouTube, waar ik meer dan 400 volgers heb, 1 euro zou spenderen, zou ik voor deze twee jongens twee hele nette printers kunnen kopen. Ik zeg niet dat iedereen dat dus moet doen, maar ik hoop dat er voldoende onder u zijn die met de hand op het hart zeggen van ja, dat zijn deze jongens waard. En ik dank u alvast daarvoor en ik kan u vertellen, zij zullen u danken met een enorme glimlach.